We zijn hier in Utrecht bij de Universiteit voor Humanistiek. Ik heb hier te gast Savitri Saharso en Evelien Tonkens, beide hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Er zijn in Nederland steeds meer migranten die ouder worden en daarbij zorg krijgen en zorg nodig hebben van familie en deels ook van beroepskrachten. Hoe zit dat met die mantelzorgers? Die worden zwaar belast. Hoe staan ze ervoor? Ja, alle mantelzorgers in Nederland, ongeacht hun achtergrond, hebben het heel vaak zwaar. En een 500.000 bijna van die mantelzorgers, van alle mantelzorgers dus, zijn overbelast. En dat probleem komt ook vaak voor onder mensen met een migratieachtergrond. En het heeft het meest te maken met gender. Het heeft het meest te maken met dat veel vrouwen toch vaak als enige veel taken krijgen of soms alle taken. En dat is dan voor die ene vrouw vaak heel zwaar. En de rest van de familie is dan vaak een stuk minder betrokken en daardoor is het een hele zware taak. En kun je zeggen hoe dat eruit ziet, die overbelasting? Het punt met mantelzorg is natuurlijk dat het houdt eigenlijk nooit op, hè? Het is niet begrensd. Dus je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van iemand. En bijvoorbeeld met iemand met dementie wordt het natuurlijk alleen maar erger. De taak wordt zwaarder, de situatie wordt moeilijker. Die persoon heeft jou meer nodig. Het begint met weinig belasting, ook emotioneel, maar ook qua tijd. En het wordt vaak steeds meer en meer. En ja, dat gaat echt sluipend. Dus het is ook moeilijk om te zeggen, wanneer moet je nou stoppen? Of wanneer moet je nou ingrijpen? Want ja, je voelt je steeds meer betrokken, je voelt je steeds meer verantwoordelijk. En de taak wordt alsmaar zwaarder. En kan die mantelzorg, die familiezorg, dat heet niet voor niks familiezorg, kan die ook niet meer met de hele familie gedragen worden, zodat die ene vrouw, de partner of de dochter, schoondochter, wat minder belast wordt? Ja, dat is eigenlijk ook wel het doel van ons onderzoeksproject, om te kijken van kan nou die zorg wat beter gedeeld worden onder meer mensen en wat belemmert nou om dat te doen? En daarvoor is het denk ik belangrijk om eerst te bedenken, zorg, daar denken mensen vaak over als dat het iets is als je hebt een taart en die snij je in stukken en dan krijgt iedereen een deeltje, dus je kunt dat gewoon verdelen. Maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Want het is veel meer een heel moreel en emotioneel complex gebeuren waar heel veel, wat wij dan noemen, morele emoties in meespelen. In de zin van, wat mag ik voelen, wat moet ik voelen, wat mag ik verwachten? Hoe hangt het samen met mijn zelfbeeld van wie ik vind dat ik moet zijn? Bijvoorbeeld, moet ik het ook leuk vinden om voor mijn ouders te zorgen? Of mag ik er ook van balen? Mag ik van mijn broer verwachten dat hij ook wat doet? Soms speelt ook mee dat, ja, als je al een heel groot deel van die taak hebt, dan ken je die persoon beter, maar je voelt je ook soms ook wel, ja, moreel een beetje superieur ten aanzien van die anderen die eigenlijk hun plichten ten aanzien van de familie niet zo goed vervullen. Dus het is ook niet zo makkelijk uit handen te geven, dan geef je ook iets van je eigen bron van trots weg. Het lastige om te praten over het verdelen van de zorg, waarom is dat nou zo anders bij mensen met, of mantelzorgers met een migratieachtergrond? In heel veel onderzoek wordt gekeken wat zijn nou de barrières dat mensen de weg naar de professionele zorg niet weten te vinden. Dus onderzoekers richten zich op de problemen en de barrières. En waarin ons onderzoek zich onderscheidt, wat het bijzonder maakt, is dat wij gekeken hebben naar wanneer lukt het nou wel. Ik denk dat het een risico is als je zo focust op dat cultuurverschil, dat dan een proces van othering kan ontstaan, dat je dat
mantelzorgers met een migratieachtergrond voor jou eigenlijk onbegrijpelijke andere worden, want ze hebben een andere cultuur en die cultuur ken je niet en daardoor kun je hun niet begrijpen en dat schept afstand tussen professionals en de mantelzorgers. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. En daarnaast is er nog een ander risico, wat ik eigenlijk zeker zo groot vind. En dat is als je zo focust op, op cultuur en niet naar ook andere kenmerken van een familie en van een persoon kijkt, dan mis je misschien wat zo iemand of wat zo'n familie echt nodig heeft. Want de ene mantelzorger met een migratieachtergrond is de andere niet. Mensen hebben verschillende behoeften. Dus je moet ik zou het niet alleen zo focussen op die migratieachtergrond. Nou, dan wil je natuurlijk meteen weten, hoe moet het dan wel? Nou, ik denk zelf dat, of daar hebben wij eigenlijk voor gekozen in dit onderzoek, om vanuit een intersectionele benadering te werken. En dat wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Het verbaasde ons, dat zagen we, dat in de ene familie het veel beter lukte om de zorg te verdelen dan in de andere familie. En we vroegen ons af, hoe kan dat nou? En nou, we zagen dat soms opleidingsniveau het grote punt is wat het verschil maakt. We kwamen bijvoorbeeld een Molukse vrouw tegen en een Chinese vrouw. En die hadden het allebei behoorlijk goed geregeld in hun familie. Maar ja, beide waren ook hoger opgeleid. En dat betekende, of dat maakte, dat ze ook gemakkelijker hun weg wisten in het zorglandschap. Maar het maakte bijvoorbeeld ook dat zij met meer gezag tegen hun familieleden konden zeggen, en zo gaan wij dat doen. Hun opleidingsniveau gaf hun een zeker gezag. Van wat betekent dat nou voor de praktijk? Wat moet je daar nou mee? Ik denk dat het, dat het belangrijk is dat je migratieachtergrond, dat je beseft dat dat maar een deel van het verhaal is. Dat je niet denkt als je een Turkse vrouw voor je hebt zitten van, oh, ze is Turks, nou dan weet ik het wel. Nee, dat is maar een klein deeltje van het verhaal. En je zou eigenlijk er gericht op moeten zijn om dat hele verhaal te ontdekken. Want dan weet je dan leer je zo'n familie echt kennen en dan weet je wat er speelt in zo'n familie en wat ze echt nodig hebben. Dus ja, de moraal van mijn verhaal over intersectionaliteit zou zijn: cultuur is belangrijk, maar cultuur gaat altijd samen met heel veel andere kenmerken van personen en families. En probeer ook daar zicht op te hebben. Dan kun je beter begrijpen waar de mogelijkheden zitten om zorg te delen. Evelien, je vertelde net over die morele emoties en hoe dat doorspeelt in die families. Maar hoe zit dat dan met de beroepskrachten, de zorgverleners en de mantelzorgers en de familie? Welke dynamiek zie je daar als het gaat om morele emoties? Het eerste is denk ik dat het belangrijk is om je te realiseren als zorgverlener dat die morele emoties er zijn. Dus dat je eigenlijk moet proberen te achterhalen, niet alleen van wat doet iemand, maar ook wat voelt iemand erbij en wat verwacht iemand van zichzelf en van anderen. En wat vindt iemand dat hij verplicht is of dat hij wel of niet van anderen mag vragen. Ook het punt van dat je soms, ook als je uit handen geeft, als je zorg uit handen geeft, dan kan je soms ook iets van je identiteit verliezen. Dat is soms wel nodig, want als je echt overbelast bent, dan moeten mensen ontlast worden. Maar dan is het belangrijk om te realiseren dat dat ook, emotionele kosten met zich meebrengt. Dus dat je niet gewoon kan zeggen van, nou, dan halen we dat van jou weg. En dat dat dan alleen maar leuk is. Dat is ook ingewikkeld, omdat je ook kan denken van, ja, maar ik ben degene, ik ben het anker in iemands bestaan. En wat we ook wel de speelzorger hebben genoemd. En als je iemand probeert te ontlasten, moet je je realiseren dat daar dus ook, daar zitten ook gevoelens aan van wie je bent en wat je bijdraagt. En een ander element dat we in dit onderzoek ook tegenkwamen,
bij mensen met een migratieachtergrond, maar ook dat speelt vaker breder, is dat de zorg de laatste decennia echt ook is ingericht op vraagsturing en vraaggerichtheid. En dat er eigenlijk wordt verwacht dat mensen zelf heldere vragen formuleren over wat ze nodig hebben. En dat werkt vaak niet zo. Zo staan mensen er niet in. De meeste mensen verwachten dat ze geholpen worden, dat er met ze meegedacht wordt, dat er ze inderdaad iets uit handen gegeven wordt, maar niet dat zij nou een heldere vraag moeten formuleren. En dat als die vraag niet is geformuleerd, dat er dan dus ook niks gebeurt. Dus dat idee van vraagsturing moet je eigenlijk loslaten. Omdat dat contraproductief werkt. En dan zou je dus kunnen denken dat mensen niet wat nodig hebben, omdat ze het niet vragen. Ik hoor ook wel dat sommige mantelzorgers wat gefrustreerd zijn dat beroepskrachten er bij hen vanwege migratieachtergrond vanuit gaan dat de familie of dat zij het zelf wel oplossen. En dat raakt ook wel aan wat je nu vertelt. Ja, klopt. En dat is inderdaad een ander aspect van die samenwerking tussen mantelzorgers en professionele krachten. Dat heeft ook te maken met, we hadden net over othering, dat je denkt van nou, wij weten wel, oh, dat is iemand uit Turkije, dan weten we wel hoe het zit. En vaak is er een idee van nou, mensen met een migratieachtergrond, veel daarvan, die zorgen wel zelf. Hè, die vinden dat ook fijn en die zorgen zelf voor elkaar. En dat is echt belangrijk dat je daar niet van uitgaat. Dat kan soms zo zijn, maar het kan ook zijn dat mensen het juist als inderdaad heel zwaar ervaren. Dus het is typisch iets wat je toch eigenlijk altijd weer moet onderzoeken. En ze leven ook in deze samenleving. Dus de meeste mensen staan hier heel ingewikkeld in. Dat wil zeggen, ergens wil je wel, maar je wil ook niet. En je voelt je verplicht, maar vindt het ook te zwaar. Dus te denken van, nou, zij doen dat wel samen. Dat is echt een grote valkuil, want het gevolg daarvan is juist precies dat die ene vrouw die er vaak voor opdraait en er bijna onderdoor gaat, dat je die dus eigenlijk in de steek laat omdat je denkt, ze heeft geen vraag en ach, ze doen het toch samen. En het is vaak juist echt wel belangrijk om naar te kijken van wat is nou voor haar behulpzaam, hoe kunnen we haar toch ondersteunen of mogelijk inderdaad wel proberen om het wel met anderen te delen of het gesprek daarover aan te gaan. Want die overbelasting waar we mee begonnen, bijna 500.000 mensen in Nederland die mantelzorgverleners zijn overbelast, daar moeten we echt